Ik heb dus gehoord dat jij wel van de humor houdt. Klopt dat? Natuurlijk, af en toe een geitje op zijn tijd moet kunnen toch? Ja, en hou je dan ook van kleedkamer, humor en grappen? Zeker. Dat hoort erbij. Dat is ook zeker iets wat ik mis, moet ik zeggen, nu ik 2,5 jaar niet meer in de kledingkamer kom. Ja, wat zijn nou de leukste grappen die jij hebt uitgehaald? Iemand was een keer bang voor spinnen. En toen heb je zeg maar een bekertje wat je bovenin in je kastje zet. En dat haalde hij eruit en zat er zo'n hele grote nepspin in. En dat is super simpel, maar ik hou er wel van. En hebben ze ook wel eens met jou een grap uitgehaald? Even kijken. Ik kan niet echt herinneren, man. Maar het zijn meer van die grappige dingen wat voorbij komt. En het is moeilijk om dat nu even zo 1, 2, 3 op te noemen. Ja. Maar jij kan er wel goed tegen in ieder geval. Tuurlijk. Je moet één kunnen incasseren, toch? Ja. Ik ga jou hetzelfde vragen als wat ik Ruud net vroeg. Hou jij een beetje van kleedkamerhumor? Ja, ik hou wel van kleedkamerhumor, ja. Ik denk dat ik wel altijd degene ben die dat hij vast wel vertelt. Of niet? Maar hij kan het wel beter. Ja, ik hou er wel van. Maar doe je dat zelf ook of word je vaak gepakt? Ja, ik doe het eerder zelf. Noem eens wat leuks dat je ooit hebt gedaan. Waar ben je nou echt trots op? Waar ik echt trots op ben. De auto van een teamgenoot die aan het trainen is, op een andere plek neerzetten. Dat hij dan, als hij klaar is, denk dat hij is gestolen, vind ik wel een leuke. Tijgerbalsem in onderbroeken. Dat is ook een heftige. En hoe hebben ze jou ooit flink te pakken gehad? Mij hebben ze eigenlijk nooit echt te pakken gehad. Nee. Durven ze niet? Ja, dat zal het zijn, denk ik. Dat zal het zijn. Ja, dankjewel, man.